Ja, het is natuurlijk wel een achtbaan geweest. Met het WK als heel groot hoogtepunt. En als je een doel stelt en je werkt daar samen naartoe, dan is het heel mooi als het dan allemaal op die ene dag wil lukken en samenvalt. Ja, als je dan vanaf dat moment, dan gebeurt er zoveel, komt er zoveel op je af. Maar er valt ook een bepaalde spanning van je af. Het is ontzettende ontlading en prachtig om de regenboogtrui aan te mogen trekken. In de voorbereiding, in de aanloop ging het goed. Maar op een wedstrijddag moeten dingen toch lukken. En in topsport ligt winst en verlies heel dicht bij elkaar. Dus dan is er wel wat spanning bij. Maar je weet ook dat het enige wat je kunt doen is je best. En dan hopen dat de wedstrijd goed mag verlopen. En als dat dan uiteindelijk lukt, en het was natuurlijk ook wel een zenuwslopende race. Ook voor ons in de wedstrijd zelf, dus niet alleen om te kijken. Maar ja, dan is er wel echt wel emotie die naar boven komt. Ja, de omschakeling gaat vrij rap, maar dat is ook wel, als je van tevoren daar een planning over maakt, dan kun je ook wel snel die schakel maken. En het is ook wel lekker om weer gewoon in dat ritme te gaan. Nu eerst op hoogtestage en vervolgens is de eerste wegwedstrijd Strade Bianche. Meteen vanaf het eerste moment werden we als vrouwenploeg echt omarmd binnen de hele organisatie, binnen Team Jumbo-Visma. Meteen ook een hele professionele structuur. En ja, natuurlijk moet je als team elkaar leren kennen en elkaar leren aanvoelen. Maar dat is in mijn ogen heel snel gegaan. En nu is het het tweede jaar en dan kun je alleen maar doorgroeien. En ja, ik kijk ontzettend uit om samen de wedstrijden in te gaan. En voor mij natuurlijk helpt het dat je ervaring hebt, maar aan de andere kant zijn er ook gewoon continu nog leermomenten. Leermomenten over wedstrijden of over momenten in de keuzes die je maakt in wedstrijden, maar ook over jezelf, over waar kan ik mezelf in ontwikkelen. Niet alles gaat goed, dus er gaat ook echt wel eens een keer iets fout of in training dat je denkt van achteraf, ik had dit anders moeten doen. En ja, dat is mooi als je dan kunt sparren met de teamleiding of met je coach of met je trainer, waardoor je toch steeds weer net iets beter kunt doen. En daar kijk ik, daar ben je continu mee bezig en dan is het mooi om samen te werken naar een volgend doel. Nou, het leuke aan zo'n team is dat je heel gevarieerde groepen hebt en dat iedereen zijn eigen inbreng heeft in het team. En dan gaat het ook nog verder dan rensters, maar ook met de staf. Iedereen die heeft zijn aandeel. En natuurlijk hoop ik dat ik met mijn ervaring daar wat kan delen. Maar anderzijds is het ook wel heel mooi als die jonge meiden erbij komen die frisse inbreng. Dat geeft mij ook wel weer een bepaald gevoel van die beginnersgeest, die frisheid die erbij komt. Dus dat vult elkaar denk ik heel goed aan.